Hallo allemaal en welkom bij weer een super nieuwe aflevering van Ries en YouTube! De mooie dingen met je doet. Het laat je voelen waarom het leven veel te kort is om aan zorgen toe te geven. Het is echt geniet van elke. Leuk dat jullie weer kijken. En vandaag heb ik iets heel bijzonders. Ik ben namelijk een buurjongen tegengekomen. Die woont een paar deuren verder bij mij in de straat. Ik ken hem al heel lang. Inmiddels is hij wat groter geworden en hij heeft een brommetje. En wat voor brommetje? Hij heeft een... Thomas Jongster. Thomas! Hij staat toevallig naast me. Michel, hij is al bijna net zo groot als ik. Ik denk dat hij zelfs groter dan als mij is. We gaan hem even voorstellen. Mijn naam is Richard. Dit is Michel, ja. Uit de straat. Uit de straat. En Michel, jij hebt een Thomas brommer, heb ik gehoord. Ja. We gaan hem gelijk even laten zien. Kijk, dit is hem jongens. Dit is de Thomas. Hoe vet is dat? Een hele blauwachtig, paarsachtige Thomas heeft hij. Nou ja, goed, je ziet het. Je ziet er natuurlijk super flitsend uit. Michel, even een paar vraagjes over jouw brommer. Ja. Ja. Hoe kom je eraan? Waar heb je hem gepikt? Zoetermeer. Nee. Leidencentraal. Leidencentraal. Nee, ik heb hem bij Zoetermeer opgehaald. In Zoetermeer heb je hem opgehaald? Ja. En stond hij in de krant? Nee. Hoe kom je eraan dat? Mijn vader kende niemand. Ja, het gaat allemaal weer via via. Ja. En er stond nog een brommetje bij een oud vrouwtje of bij een oud mannetje in de schuur. Ja, oude man. Oude man. En die reden niet meer mee. Die reden niet meer mee. En toen mocht ik hem hebben. En hij zag er waarschijnlijk niet zo uit zoals hij er nu uitziet. Nee, hij zag er eerst grijs met rood uit. Ja. Toen heb ik hem opgescheurd. En nou ziet hij er zo uit. We gaan even een beetje dichterbij kijken mensen, want hij ziet er wel onwijs gaaf uit. Maar wat heb je er allemaal precies aan gedaan, nou, Mies? Ik heb het frame gespoten. Je hebt het frame helemaal gespoten? Ja, de velgen. Ik ben vergeten het blokje te spuiten. Dat komt nog, dat is nog in een project, dat is nog in behandeling. Dat komt nog. Ik heb er een nieuwe bougie op gedaan. Ja. En een nieuw achterlicht. En een nieuw achterlicht zit erop. Ja. En er zit ook een gele kentekenplaat op. Dat betekent dat je wel een helm op moet, hè? Ja. En een nieuwe uitloop. En Michel, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe oud ben jij? 15. Oké, okay. Dan mag je er eigenlijk nog niet op rijden. Eigenlijk niet. Nee, oké, okay. Dus doe heel voorzichtig zou ik zeggen. Want ja, je weet het, als er een ongelukje gebeurt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Je bent niet verzekerd, hè? Dat weet je. Hè? Ja, oké, okay, dus de gevolgen zijn voor jezelf natuurlijk. Dus, ja. Maar ja, jongens, we zijn allemaal jong geweest. En als je jong bent, dan wil je wat. Hey, en je hebt de velgen zwart gespoten, zei je net. En ja. Je hebt het hele, ik weet dat je dat, ik heb het gezien dat je dat gedaan hebt. Hij heeft heel die brommen helemaal uit elkaar gehad. Ja. Want ja, wist je dan ook weer hoe die weer in elkaar moest? Toen die uit elkaar was. Ja, een maat van me wist het wel. Die heeft meegeholpen. Ja. Die heeft meegeholpen. Ja. Je had wel alle boutjes goed bewaard, zeg maar. Ja, allemaal plastic zakjes en erop geschreven voorvork en zo. Ah, heel goed, heel goed, heel goed. Er was geen boutje dat je over had, zeg maar, toen je hem in elkaar ging zetten. Nee. Oké, nou hartstikke goed, man. Hey, en is die ook een beetje opgevoerd of rijdt hij gewoon standaard? 55. 55? Nou, dat is toch best wel aardig hard voor zo'n brommer, vind je niet? Ja, toch? Ja, toch? Hey, maar Michel, zullen we er even een klein stukje op rijden? Kun je niet even een demonstratie geven? Hoe start je dat ding eigenlijk? Nou, kan je hem even proberen? Ja, je hebt hier een knop in. Ja? Die moet je omzetten. Ja? Even de kickstart. De kickstarter? Ja. Ja, duurt een paar keer. Gaat niet gelijk. Kijk. Nou, ik zag ook dat je een nieuwe uitlaatronde gezet had. Ja. Even laten zien. Er zit ook een hele nieuwe pijp onder. Ja, mensen, dit vraagt natuurlijk wel even om een testritje. Hè? Ja, het lijkt me wel helemaal gaaf. Dus we gaan even een testritje maken. En nou, dat gaan we gewoon even doen. We gaan een stukje rijden. Ja.
ik mag ook even een testritje rijden van Michel op de Thomos. Hartstikke leuk natuurlijk. Kijk, Michel die staat daar al te glimmen, want die mag voor de eerste keer op de e-scooter rijden. We gaan even een heel klein stukje rijden op de parkeerterrein hier zo. En ja, we gaan hem even proberen te starten. Ja, je hebt het net uitgelegd hè, het rode knopje. En dan, gas bij. En dan de kickstarter. Klein beetje gas bij. Kijk, dat bedoel ik. Oh, oh, oh. Yes. En ga met die kanaal. Daar is op de Thomos. Wow. Dat is gewend, hè? Zo. Heerlijk man! Ja, links. Ik denk hij doet niks meer. Maar als je een beetje al je rem zo. Klopt, klopt, dan doet hij het niet. Nee. Dus beveiligd. Als je remt, dan kan je niet tegelijkertijd gas geven. Gaat ook lekker hè? Ja. Hoe vind je het nou om op een e-scooter te rijden, Mies? Hij rijdt wel lekker. Ja? Ja, dat is elektrisch hè? Dat is heel wat anders hè? Ja. Ja, maar ik vind dit ook wel. Hij staat een beetje wankel of niet? Ja. Moet die voorvork een beetje naar beneden. Ja. Zo, maar als je eenmaal gas geeft, jongen, dan gaat hij als een raket, joh. Het is wel lekker hoor, om erop te rijden. Echt, top ding, man. Ja, toch. Echt gaaf. Nee, zit leuk. Hey, wanneer word je 16? Over een half jaar pas. Hij wordt over een half jaar wordt hij pas 16, mensen. Oh. Nou, laat hem nog maar even lekker in de tuin staan. Geniet er nog maar even van. Poets hem nog maar heel vaak op, zou ik zeggen. Ja. En ja, vergeet het motorblokje niet gespuit, hè? Nee, cilinderkoppie. Dat ga je nog doen, hè? Ja. Oké. Okay, ja, en de steppies. De steppies, wat ga je daarmee doen? Nieuwe. Nieuwe? Ja, want kijk, ze zijn daar... Hey, heb je nog van die verf, die zwarte verf, heb je die? Welke zwarte verf? Hammerite. Nee. Heb je dat? Dat kan je ook, dat heb ik hier ook mee gedaan, zeg maar. Ja? Dat Hammerite verf. Nee. Dat is speciaal voor metaal. Ja? Ja. Heb ik nog wel thuis in de... In de schuur heb ik nog een potje staan. Kun je wel gebruiken. Bedankt. Ja? Ja. Hé, hey, maar hoe vinden jullie deze sticker trouwens? Ja, dit is toch humor van de bovenste plank, mensen. Dit is toch gaaf. En heb je gezien wat er op de achterkant staat? Ja, ik vind dat gewoon lachen. Dat is gewoon leuk. Ja, jongens. Hé. Hey. Maar jongens... Als jullie toevallig ook aan het Thomosje kunnen komen, dan zou ik het zeker niet laten om er lekker mee te gaan rijden. Ik probeer die helm af te krijgen, maar... Ik heb hem. Want het rijdt heerlijk. Want het rijdt zeker lekker. Ik zou wel... Zelf zou ik het stuur een klein beetje meer omhoog doen. Je zit met je knie een beetje... Ja, de voorvork moet een beetje... tenminste, het frame moet een beetje naar beneden. Dus het moet een beetje hier komen, zeg maar. Nee, ik bedoel, het stuur gewoon wat meer rechtop. Ja, maar dan dat staat hij weer helemaal zo. Dus... Oh, dat heb je al geprobeerd? Ja. Dat is ook niet fijn. Nee. Oké, zo rijdt hij voor jou het lekkerste. Ja, tenminste, het moet nog een beetje dit. Want als je dat naar beneden doet, staat hij wel goed. Maar hoe bedoel je? Leg eens uit.
dit, hier, dit is één geheel. Er zit wel een frame vast. En als je dit losschroeft, deze twee, ja? En die twee, dan kun je hem laten zakken. Dan kun je een beetje laten zakken. Ja, en dan staat hij beter op zijn standaard. Ja. En dan ligt hij wat beter. Hey, en wat dacht je ervan om een zijstandaard erop te zetten? Ja. Dat kan je ook doen, hè? Dat heb ik ook natuurlijk nou, kijk. Ja. Ja, ik zeg het. Ja, dan staat hij best wel lekker natuurlijk. Kijk, hij staat altijd steviger op de gewone standaard, maar in jouw geval kan je misschien een keertje een zijstandaardje erop doen. Ja. Wel leuk, hè? Nou, het is altijd leuk om aan die brommetjes te sleutelen, mensen. Ja. Ja, mensen, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video? Michel, wat moet je dan doen? Liken, abonneren en het belletje aanzetten voor meer video's. Oké, want met het belletje, wat gebeurt er dan? Je krijgt een melding. Dan krijg je een melding op je mobiel wanneer er weer een nieuwe video geüpload is. En daarmee mis je geen enkele video meer van Ries en YouTube. Hey jongens, hartstikke leuk. Hasta la pasta. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog, jongens. Doei doei. Whoa, whoa, whoa.